Ja, goedemorgen met Wil van Delft van programma Del is Blauw. Ja, goedemorgen. Wiep, goedemorgen. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege die nieuwe single. Heb je mij vergeten te vertellen? Ja, leuk hè. Een amateurtje die weer eens een nummertje uitbrengt. Ja, het is, ik hoorde het eerste keer Wiep, het is weer een typische Wiep single. Met alle positieve dingen natuurlijk. Ja, het is gewoon, hoe moet ik dat zeggen? Dat ligt me gewoon, weet je wel. En dan heb ik daar een idee van en denk ik, het gaat allemaal richting mijn vrouw. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Ja, probeer. Allemaal uit liefde voor haar. Ja. Ja. Wiep, ik draai dus juist naar een fragment van een ander zingen. Je bent mijn meisje, die was dan ook voor jouw vrouw, of niet? Helemaal goed geschoten, wel. Ja, helemaal. Dat is gewoon helemaal op haar lijf geschreven. Ja. Ach, we maken veel mee met z'n beiden. En ik wil de positiviteit er een beetje in houden. Ja, op deze manier, hè. Ja, in het dagelijks leven, eventjes voor de luisteraars die het misschien niet weten, Wiep, in het dagelijks leven ben jij altijd op de weg, hè? Want je bent een trucker, hè? Ik ben een trucker, ja. Ik ben al 65, maar ik moet door tot mijn 66ste en 4 maanden. En dan kan ik het nog niet laten, denk ik, dat trucken, dat rijden, dat moet doorgaan. Ja. Er is een zingende trucker, je eigen, we hebben er twee in Nederland, hè? Henk Wijngaard, jij is geen echte trucker geweest natuurlijk, maar vooruit, jij doet het langer. Ja, ik ben nog steeds bezig en Henk die is al heel snel van de vrachtwagen afgestapt om een muzikale carrière te ambiëren. Hè? Ja. Dat heb ik niet. Ja, had jij dat ook gewild? Nee. Ik ben semi-prof geweest met een band en dat beviel me niet. Dat was me veel te hectisch allemaal. Ja. En het truckersleven te pas je meer dan? Ja, dat truckersleven past me veel meer. Dat is, het is wel eenzaam. Je bent de hele godganse dag alleen in je hok, in je cabine. Toch, ik weet niet, dat ligt mij meer. Ja. Ja, beter. Wat je zegt, je noemde ze juist ooit in een band, dat was de band Barracuda, hè? Dat klopt, hè? Barracuda en Con Amour, toen dat nog een band was. Je hebt nou nog het duo Con Amour, hè, hier in het noorden. Ja. Maar dat is voor die tijd ook nog een band geweest. En met de aarde draait rond en vele andere, toch heel veel gedraaide singles. Ja. En daar heb ik ook in gespeeld. Ja. Hebben ook ooit dat nummer uitgebracht, Ik kral jou nooit meer voor een ander. En wat ik eerst gelezen heb, dat de tweede stem in dat nummer is van Diana, van het nummer Wim en Diana. Ja, dat klopt. Dat is van het duo Wim en Diana. Die hebben dat ook geproduceerd. Die hadden een opnamestudio. Die zijn ermee gestopt, wegens gezondheidsredenen. En nou ben ik met die nieuwe single bij Wim Jan Schuren terechtgekomen. Ja. En Wim en Jordi, die zou jou ook wel bekend wezen, denk ik. Ja. En daar heb ik dit laatste nummer opgenomen. Wie heeft de tekst geschreven van deze single, Wiep? Dat is een hele oude, van de 50e jaren. En uit mijn blote hoofd weet ik het zo niet meer. Nee. Ik heb het nog op de hoes van een single staan, maar van Schijk of zo was dat geloof ik. Maar dat is een nummer die nooit echt is doorgekomen, niet. Nee. En nu deze single dus, hè? Maar je hebt ook ooit, ik heb ook gelezen, een samenwerking ooit met Adriaan Dros, is jou ook heel bekend. Ja, die persie singles allemaal. Ja. Die heeft de CD Hans, dat is een bedrijf van hem. En hij maakt al die hoezen en die CD's pers die. Ja, dat doet Adriaan. Ja. En dan krijg je natuurlijk deze titel, hè. Het is natuurlijk, het is een heel, moet ik zeggen, een titel. Daar kan iedereen op het lijf geschreven staan. Heb je mij vergeten te vertellen? Dat kan voor zoveel mensen kan dat toepasbaar zijn, of niet? Dat is ook zo, en die reacties krijg ik ook weer,
wil, die krijg ik heel veel, die reacties. Ja? En uit de verschillende uitvalhoeken, waarvan ik eigenlijk zelf helemaal niet door heb gehad dat dat zo betrekking op bepaalde mensen kon hebben, weet je wel? Ja. Is het ook dat is heel bijzonder. Ja, is het ook dat je bij verschillende mensen dan, zoals we dan wel zeggen, de gevoelige snaar raakt? Ja, en dat was met die single van Je bent mijn meisje ook zo. Daar heb ik heel veel verschillende reacties op gehad van mensen van, nou, dit heb ik en dat heb ik en zus beleef ik het. Ja, dat vind ik heel prachtig dat het zo aanspreekt en dat het een invulling is voor het gevoel van veel mensen, weet je wel. Ja. Geeft dat ook een stukje waardering in hetgeen wat je doet, Wiep? Nou, natuurlijk. Als je ik weet niet of je de clip er ook bij gezien hebt. Ja, ja, ja. Dat straalt er wel een beetje af. Dat straalt er wel een beetje af, denk ik. Hoe ik dat bedoel. Ja, ja. Ja. En word je zo onderweg wel eens ooit door collega's aangesproken? Of vinden ze dat niet zo, überhaupt dat jij zingt? Ja, er zijn wel een paar, maar ik ben geen. Ik werk er niet aan, wil. Ik ga niet door optreden. Ja, enkel voor een paar goede doelen. Zoals spieren voor spieren. Dan sta ik daar wel eens te zingen, maar verder doe ik er heel weinig mee. Maar er zijn op Facebook en zo, daar kom ik wel eens collega's tegen die. Hey, jou ken ik. Ja, waarvan dan? Ja, ik weet het zo niet, weet het zo niet. Nou. Ik zei Facebook misschien. Oh, wacht eens. Ja, jij zingt, hè? Ja, jij zingt. Ik zing, ja. Soms heb je dat eens. Ja. Wat je dus zelf zegt, Wiep, het is voor jou dus een puur hobbyisme. Je doet er verder niks mee, zeg je. Want het enige wat ik doe, dat zijn de optreden voor goede doelen. Ja, ja. Dat doe ik nog wel eens een keer. En dan ben ik daar heel tevreden mee. Kijk, het is heel simpel. Het blijft altijd een kwestie van inkomen. Ja. En ik kan niet van die vrachtwagen afstappen om een half uur ergens te gaan zingen. Dat kan niet. dat levert niet op. Nee. Commercieel gezien. Ja. Nee. Aan de andere kant natuurlijk. Alle waardering daar natuurlijk. Dat je toch een single uitbrengt om er zoveel tijd te dringen. Maar dat je dan verder daar niet mee doet in de zin van optredens. Nee, niet van optredens, maar wel om de binding met de muziek te houden. Ja. Ik speel niet meer in bands momenteel. En ach, het is een hobby van mijn vrouw en van mij om daar iets mee te doen. Ja. En wie jouw vrouw is, dat duidelijk in die clip van de Kral jou nooit voor een andere? Ja hoor, ja hoor. Zonder meer. Ja, die vrouw je nooit voor een ander. Ja, maar degene die jouw vrouw niet kent, dan kijk je van die clip op YouTube en dan zie je jou staan met jouw vrouw. Ja, dat klopt. Steeds weer. Ja. Ja. Wat ik dus op bedaar van, als je dan een hele week in zo'n truckje zit, hè, luister jij dan nou veel natuurlijk naar muziek of niet? Zal ik eens heel eerlijk wezen? Ja. Grotendeels heb ik Radio 1 op de radio staan in de truck. Ja. Heel enkel dat ik eens een keer muziek draai, maar ik draai, als ik muziek draai is het heel veel country. Ja, ja. Ik ben een enorme fan van country muziek. Ja. Van de oudere country muziek. Ja, ja. Ja. Ja, dat kan natuurlijk. Wiep, even voor de luisteraars die meeluisteren. Als zij meer willen weten over jou, waar kunnen ze dat vinden? Op de social media, Facebook en zo, hè? Ja, Facebook wel, hè. Gewoon onder mijn naam, Wiep Veenstra. Dat is heel niet moeilijk om te vinden. Ja. Ik moet wel zeggen, nu deze single uit is, ik zie hem op veel plaatsen voorbij komen. Ik denk dat hij ook wel heel erg goed ontvangen wordt. Dat moet je wel goed doen. Dat doet mij ook heel goed. En dat is met die andere nummers ook zo. Als je op YouTube bekijkt, ik heb al meer dan 115.000 hits alleen op YouTube met Ik ruil je nooit voor een ander. Terwijl ik er niks aan doen wil. Ik begrijp het niet goed, maar nou, ik weet niet wat ik moet doen. Nou, dat maakt dat niet uit. Het is soort de waardering als je dat zoveel aantallen ziet.
Ja, dat doet je heel goed. Ja. En dan denk ik, nou fantastisch dat het zo gaat, want ja, het is een bestaand nummer. Dit nummer ook hoor, dit is een melodie van een nummer van Elvis Presley. Ja. Have I told you lately that I love you? We gaan hem draaien. Wip, de single, heb je mij vergeten te vertellen. Jij gaat nog genieten van een vrije zondag. Morgen vroeg is het weer vroeg op, denk ik, met de druk, of niet? Ja, 5 uur moet ik weer opstaan, hè? Ja. Dan een half uurtje rijden naar mijn truck en dan is het weer Duitsland in. En dan weer Duitsland naar Nederland en dan eens een keer naar België. Ach, we gaan de hele dag en nacht door. Zo lang het toelaat. Wip, ik ga je op deze plaats heel erg bedanken dat je toch vanmorgen hier even live bij ons in de uitzending was. Heel graag, daar ben ik zeer mee ingenomen. Dat mensen ook nog een beetje achtergrondinformatie krijgen van die nieuwe single van mij. Hè? Ja, we gaan draaien. Het gaat je goed. En ik zou zeggen ook de groetjes aan je vrouw. En wie weet weer tot de volgende keer. Bedankt. Hartstikke bedankt ook, Wil. En voor de geschonken aandacht. Hè? Ja, dankjewel. Het goeie. Doei.